Hallo iedereen, in deze video gaan we kijken naar het adjectief. We gaan de goede vorm van het adjectief kiezen. Ik heb deze video al eens eerder gemaakt, maar toen bleek het geluid niet goed te zijn. Dus daarom nog een keer, en ik gebruik wel dezelfde beelden, maar ik neem alleen het geluid opnieuw op. Dat is ook waarom mijn beeld in de rechterbovenhoek stilstaat. Maar we gaan beginnen met de eerste zin. Je hebt twee mogelijkheden, één van beide is goed. Dit is een goed idee, dit is een goede idee. Welke van de twee is juist? Dit is een goed idee. 2. Dit is een fantastische film. Dit is een fantastische film. Als de video voor jou te snel gaat, dan kan je af en toe pauzeren achter een zin, of je kan de video een paar keer opnieuw bekijken tot je gemakkelijk alle oefeningen juist kan maken. Nummer 3. Je hebt een leuke bril. Je hebt een leuke bril. 4. Tot maandag. Prettige weekend. Tot maandag. Prettig weekend. 5. Een lekkere kopje koffie. Een lekker kopje koffie. 6. Verse koffie. Heerlijk. Verse koffie. Heerlijk. Irene heeft een Arabische achternaam. Irene heeft een Arabische achternaam. 8. Hans komt uit een grote gezin. Hans komt uit een groot gezin. 9. We hebben mooie tomaten. We hebben mooie tomaten. 10. Jorn heeft een Nederlandse moeder en een Amerikaanse vader. Jorn heeft een Nederlandse moeder en een Amerikaanse vader. 11. Hier hebben ze mooie, verse fruit. Hier hebben ze vers fruit. 12. In deze straat zijn veel leuke cafés. In deze straat zijn veel leuke cafés. Ik ga de zinnen allemaal nog een keer lezen met ineens de juiste vorm. Dit is een goed idee. Dit is een fantastische film. Je hebt een leuke bril. Tot maandag, prettig weekend. Een lekker kopje koffie. Verse koffie, heerlijk. Irene heeft een Arabische achternaam. Hans komt uit een groot gezin. We hebben mooie tomaten. Jorn heeft een Nederlandse moeder en een Amerikaanse vader. Hier hebben ze mooi vers fruit. In deze straat staan veel leuke cafés. Bedankt voor het kijken en tot in mijn volgende video.